Hallo, ik ben André en je kijkt naar de review van de nieuwe iPhone 5. Meegeleverd bij de iPhone 5 is de nieuwe USB-kabel met Lightning-connector. We zien hier ook de nieuwe earbuds, het toestel zelf, een clipje om het simkaartslot open te maken en natuurlijk een adapter. We zien de iPhone 5 hier van dichterbij. Naar de bovenkant vinden we de 1,2 megapixel front-facing camera met daarnaast sensoren en de speaker grill. Nou, daaronder vinden we een 4-inch scherm met een IPS-paneel en een resolutie van 1136 x 640 pixels. Zullen we zo meteen nog verder naar kijken. Daaronder vinden we de gebruikelijke home-knop. Helemaal aan de onderkant vinden we nu de headset-poort. vinden hier één speaker. Het lijkt alsof er twee zijn, maar het is maar één. En we vinden een nieuwe lightning-connector. Aan de rechterzijkant vinden we eigenlijk alleen maar weer het simkaartslot. Nano-simkaart gaat erin. Gaan we naar de bovenkant vinden we alleen de aan- en uitknop. Aan de linkerzijkant vinden we de mute-knop. En we vinden hier de volumetoetsen. Nou, gaan we naar de achterkant? Daar vinden we de 8-megapixel camera met daarnaast de flits. We zien dat de achterkant hier in het midden is afgewerkt van aluminium en de boven- en onderkant van glas zijn. En het voelt verder echt heel degelijk aan. We gaan nu kijken hoe de iPhone 5 precies werkt. Daarvoor doen we hem aan en we omgrendelen hem. Nou, wat valt gelijk op? We zien dat hij op iOS 6 draait en dat hij heel snel draait. We kunnen echt werkelijk geen enkele lag terugvinden, ook niet als we heel snel naar het zoekscherm toe gaan. Uh, het komt door de Dualcore nieuwe processor, de A6. Uh, ja, het gaat gewoon super snel, super fijn. We zien ook het 4-inch IPS-paneel. Uh, ziet er echt heel mooi uit. Alles wordt heel scherp weergegeven en de kleuren komen ook goed tot hun recht. Uh, nou, aan de bovenkant vinden we natuurlijk het notificatieberichtberichtencentrum. Uh, nou, daar kunnen we alle berichten zien. We zien hier ook het weer. Nou, dan gaan we even weer terug. Kunnen we naar de mail-applicatie kijken? We zien dat deze volledig het scherm gebruikt, dus uh, de volledige pixels. Nou, we kunnen natuurlijk nu gewoon naar de e-mail toe. We kunnen een e-mail ook opnieuw ophalen door van boven naar beneden te vegen. Dan zien we zo'n bubbeltje en dan kunnen we gelijk refreshen? Dus is op zich een uh, nieuwe handige toevoeging, hoef je niet apart ergens anders op te drukken. Nou, we gaan we weer even terug. We kunnen ook even naar een applicatie kijken die dus nog niet helemaal geoptimaliseerd is voor iOS 6 en voor de nieuwe iPhone. We zien dat er dan gewoon zwarte balken aan de boven en aan de onderkant te zien zijn. Dus uh, ja, dat zal. Natuurlijk in de komende tijd wel opgelost worden door de ontwikkelaars. Maar aan het begin zul je dat nog wel even merken dat het nog niet helemaal gebruikt wordt. En nou dan gaan we nog even verder kijken naar Safari, naar de browser. Nou de browser is natuurlijk weer sneller gemaakt, is vernieuwd. We zien hier dat, dat ja, we zitten nu op Smartphone Shop en het is best een zware pagina, maar dat gaat allemaal zonder problemen. We kunnen ook makkelijk een nieuwe pagina openen en tussen pagina's heen scrollen en weer afsluiten. Dus dat gaat allemaal echt super soepel. Uh, gaan we nog even terug naar de Maps applicatie, de kaart applicatie. Die is volledig vernieuwd. Hij maakt tegenwoordig gebruik van, uh, zoals we hier kunnen zien, TomTom -tom kaarten. Hij heeft natuurlijk gewoon de standaard kaartview, zoals we hier kunnen zien. Maar hij heeft natuurlijk ook gewoon de hybride kaartview. En uh, ja, we zien dat de maps-applicatie nog wel echt in ontwikkeling is. Uh, hij werkt nog niet even soepel als de oude applicatie. Uh, soms gaat het toch iets minder soepel. En we zien hier dat we ook met twee vingers nu naar een 3D-modus terug kunnen en dat we ook uh, alles kunnen draaien ook zo met twee vingers. Ziet er op zich wel heel gaaf uit. We hebben natuurlijk ook turn-by-turn -turn navigatie gratis. Dus je kan ook navigeren nu met je iPhone 5 zonder dat je een andere applicatie hoeft in te installeren. Uiteraard moet je wel altijd internetverbinding hebben hiervoor. Uh, nog iets nieuws in iOS 6 is Passbook. Uh, wordt in Nederland nog niet heel veel gebruikt. Maar we, dat is zeg maar een soort van combinatie van uh, ja, kaarten. Bijvoorbeeld uh, concerttickets of uh, kaarten voor het vliegtuig. Nou, dan ga je naar de App Store. Dan zie je verschillende bedrijven die dat al gebruiken. Bijvoorbeeld Lufthansa of uh, American Airlines. Maar we zien dat het er nog niet zo heel veel zijn. We verwachten natuurlijk dat er in de toekomst veel meer voor deze applicatie beschikbaar komt. We gaan nu kijken naar de camera-applicatie van de iPhone 5. Nou, die kunnen we op twee manieren opstarten door middel van de snelkoppeling op het homescreen. Maar ook gewoon door dit naar boven te vegen. Nou, dan hebben we de camera-applicatie. Draai hem even horizontaal. Nou, we zien een aantal instellingen die we kunnen doen. We kunnen hier de flitser instellen. Nou, we kunnen hier ook nog naar de front-facing camera. Dan nou, gaan we weer even terug. Hier rechtsonder kan je gelijk naar de galerij. Nou, een foto maken kan heel eenvoudig door gewoon op deze knop te drukken. Hij autofocust automatisch. Je kan ook op andere plekken autofocussen. En dan gaat hij daarheen. Je hebt hier in het midden nog opties. Je kan bijvoorbeeld de draster aanzetten en bijvoorbeeld HDR. Nou HDR dan maakt hij natuurlijk een uh, high dynamic range foto, die ziet er net wat spettender uit. En je kan eventueel ook een panorama maken, dat is ook een nieuwe optie in iOS 6. Uh, nou we gaan nog even kijken naar een filmpje wat gemaakt is met de iPhone 5. We zien hier een filmpje geschoten met de Apple iPhone 5. Het geluid komt van het toestel zelf en het filmpje is geschoten in een maximale resolutie van 1080p. Oude accessoires is met de iPhone 5 alleen te gebruiken door middel van een verloopstekkertje. Daarnaast wordt het nieuwe scherm met de grote resolutie niet altijd even optimaal gebruikt, en iOS 6 is niet heel erg vernieuwend. De nieuwe iPhone 5 heeft echt een prachtig scherm met een goede helderheid en een fraaie kleurweergave. Daarnaast is die zeer mooi gedesignd en is die subliem afgewerkt. We hebben die afwerking echt bijna bij geen enkel ander toestel gezien. Tot slot is die ook nog eens zeer snel door de nieuwe A6 Dual Core processor. Dit is natuurlijk het toestel waar velen de laatste tijd lang op hebben zitten wachten. En hij stelt zeker niet teleur, ten opzichte van zijn voorganger is dus hij op alle fronten verbeterd. Wil jij de nieuwe iPhone 5 gaan bestellen? Ga dan nu naar smartphoneshop.nl of.be. Ik bedank je voor het kijken naar deze review en tot de volgende keer.